Goedendag, je kijkt naar de weersverwachting van weerplaatsen.nl. En we beginnen met een foto van de zon. Op die zon is een uitbarsting zichtbaar, dat is die witte vlek. En die uitbarsting vond gisteravond om 18:22 uur 22 plaats. Ik heb op dit plaatje ook de aarde staan, dat is dat hele kleine bolletje. En je ziet dat de uitbarsting dus een gigantisch oppervlak betreft. De uitbarsting is gericht richting de aarde, en dat betekent dat we in de loop van de nacht kans maken op pollicht. Of we ook echt met poollicht te maken krijgen, dat is altijd afwachten. Op onze website heb ik een artikel geschreven, daarin staan ook een paar plaatjes. En die plaatjes geven live de meting aan, net buiten de aarde. Als je daar de grafieken tot leven ziet komen, dan heb je nog 45 minuten om een mooie donkere plek op te zoeken. En hopelijk kunnen we dan wat zien. Naar het noorden moet je kijken. En hoe is het weer dan vanavond en vannacht? Nou, vanavond is er nog geen kans op poollicht, dat is voor iets na middernacht. Maar vanavond is het wel helder. De temperaturen liggen tussen de 4 en de 6 graden. En vannacht kan er misschien een wolkje vanuit Duitsland naar het oosten van Nederland trekken. Maar verder is het eigenlijk nog steeds helder weer, dus goede omstandigheden. Temperaturen dalen wel tot rond of onder het vriespunt, kan dus wel koud worden. En dan morgen. Dan gaan we naar de weerkaart van Europa. We zien nog steeds dat er een hoge drukgebied boven Scandinavië ligt en dat er langzaam een oostelijke stroming op gang komt. En die gaat wolken en regen richting Nederland aanvoeren. De wolken bereiken ons morgen in de loop van de dag. De regen komt in de loop van zaterdag, waarschijnlijk pas in de avonduren. Gebeurt niet vaak dat we neerslag vanuit het oosten krijgen en zeker niet over zo'n grote afstand vanuit de Zwarte Zee via de Oekraïne en Polen en Duitsland naar Nederland. Met name zondag is het daardoor wisselvallig. Maar morgen hebben we dus hooguit te maken met wat wolkenvelden. Die komen vanuit het oosten het land in, lossen voor een deel op. Verwacht daardoor in het zuiden de meeste zonneschijn. Temperaturen 6 tot 9 graden, een stevige oostenwind, windkracht 4 tot 5. Kijken we dan verder vooruit, dan zien we dat er zaterdag... vooral in het noordoosten en oosten wat lichte regen kan vallen. En dat dan met name in de avonduren. Verder een mix van wolken en zon en opnieuw 6 graden. Zondag 6 à 7 graden, amper zonneschijn... Wel veel bewolking en af en toe regen of motregen. Geen grote hoeveelheden, het is eerder een druilerige dag. Maar goed, dat duurt allemaal niet lang, want maandag dan keert de zachte lucht alweer terug. En dan stijgt de temperatuur al tot rond of boven de 10 graden. En dinsdag en woensdag wordt het mogelijk nog zachter. Ik ben Michiel Severin van weerplaatsen.nl